Dat voetbal soms vervelende eigenschappen heeft, is al vaak bewezen. Zo ook afgelopen weekend toen twee spelers van Alphense Boys en Haaglandia ruzie kregen en de beide supportersgroepen met elkaar op de vuist gingen. Dichtbij.nl vroeg zich af, moet de KNVB Alphense Boys voor straf laten degraderen naar de eerste klasse? Ja, daar ben ik het mee eens. Ja, wat de Alphense Boys afgelopen weekend hebben laten zien is, dat kan niet, vind ik. Dat is gewoon, moet gestraft worden. Denk je dat daarmee het probleem is opgelost? Ja, ik denk dat Alphense Boys daar zelf wel van gaat schikken. Een boete zou ook op zijn plaats kunnen zijn. Dus jij vindt extra straffen en naar de topklasse of naar de eerste klasse verwezen worden en een boete? Ja, vind ik wel. Ja. Ik denk dat ze een statement zullen zetten door deze stap te zetten en deze maatregelen te nemen. Omdat er een eind moet komen aan al die conflicten en ruzies op de voetbalvelden. En dat is een goede maatregel, denk ik. Hoe treurig ook voor de Alphense Boys zelf. Denk ik dat, dat ze daar een statement mee maken, ja. Ja, ik heb iets gelezen op internet over die vechtpartij. En ja, ik ben het er wel mee eens, want het moet nou eens afgelopen zijn met het geweld. Op het. En of het helpt, ik durf het niet te zeggen. Of het allemaal gebeurt de laatste tijd zoveel, dat ik denk van nou. Redelijk positieve reacties dus. Maar niet iedereen vindt dat degradatie naar de eerste klasse een passende straf zal zijn. Ik ben ermee oneens. Ik vind dat hebben een stel radrijders hebben de boel wel verziekt. En nou, ze moeten daarvoor gestraft worden, maar ik denk niet dat een hele club daarvoor gestraft moet gaan worden. Wat denkt u dan dat een passende manier is om het tegen te gaan? Ja, meer bewaking en meer sociale controle. En wat rustiger met elkaar omgaan, dat lijkt me de meest passende situatie. Dan moet Haaglandia ook aangepakt worden. Want die zijn ook medeschuldig. Niet alleen Alphense Boys, maar ook Haaglandia, die er ook aan schuldig is. Dus die zal ook gestraft moeten worden. Dus het degraderen van de beide clubs zou een goede maatregel zijn tegen het voetbalgeweld? Ja, ik denk dat je het wel zo aan kan pakken. Ja.